uitgestorven straten, pleinen, lege snelwegen. Dat was grotendeels het beeld in Nederland gisteravond na het ingaan van de avondklok. Op verschillende plekken werden toch boetes uitgedeeld aan mensen die niet konden verklaren waarom ze na 9 uur nog op straat waren. Ik moet zeggen dat wij over zijn algemeenheid tevreden zijn. Ik denk dat het overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking zich netjes aan de regels heeft gehouden. Wat we helaas gezien hebben, dat er een aantal groepen, met name jongeren, op een aantal plaatsen in Nederland dat niet hebben gedaan. En daar hebben ze ook de politie zijn ze tegengekomen en we hebben daar ook gewoon gehandhaafd conform wat we toegezegd hebben. Ja, die toezegging was lik op stuk beleid, dat ook werd uitgevoerd door de politie. Een aantal plaatsen waar het onrustig was, Rotterdam, het Limburgse Stijn en Urk. Daar raakten tientallen jongeren slaags met de politie en staken ze een coronatestlocatie in brand. Maar de stilte overheerste dus. Bijna heel Nederland bleef inderdaad binnen. En wie toch buiten was, had meestal een erkende schriftelijke verklaring of ander goed argument. Dit is mijn verklaring, ja. Lopende verklaring. Het is de hond van mijn vader. Ik kom net van mijn werk af. Ik werk in de gehandicaptenzorg. Toch waren er ook duizenden mensen op de been of onderweg zonder geldige reden. Ja, 3600 boetes. En we hebben 24 aanhoudingen verricht vannacht. Dat zijn met name mensen die of geweld hebben gepleegd of na het verbaal niet weggingen en ja, dan word je aangehouden. Meer dan de helft van die aanhoudingen, namelijk 14, werden verricht in het Limburgse Stijn, waar 100 jongeren zich nadrukkelijk niet aan de avondklok hielden. Ook op Urk negeerden jongeren de avondklok en rond 10:00 staken ze de coronateststraat in brand. 2 Urkers werden gearresteerd. Bij daglicht namen medewerkers van de GGD de schade op. De schade is aanzienlijk. Het betreft een aantal containers. Het was een semi-permanente locatie waar wij de testen uitvoeren op Urk. Maar de containers en de inventaris en de spullen die daarbij horen, die moeten als verloren worden beschouwd. Daar is echt niks meer van over. Kenmerkend is dat de GGD ons niet op Urk zelf te woord stond. Want toen onze cameraman deze beelden maakte, werd hij belaagd. En nadat iemand een bijtende stof in het gezicht van de begeleider van de cameraman spoot, besloot de GGD-woordvoerder uit te wijken naar een andere gemeente. De burgemeester heeft de gebeurtenissen van gisteravond en vanochtend in een filmpje op YouTube veroordeeld. Afschuw vervult mij, een grens is bereikt, een kleine groep jongeren gooit de naam van ons mooie Urk te grabbel. Van den Bos wilde vandaag overigens geen interviews geven, maar liet wel weten dat er een noodbevel is ingesteld, zodat overtreders van de avondklok voortaan een strafblad krijgen. Dan naar vandaag. Net als vorige week waren ook voor dit weekend demonstraties aangekondigd tegen de coronamaatregelen. Beide demonstraties in Eindhoven en Amsterdam werden verboden, maar de betogers kwamen toch. Met name in Eindhoven kwam het tot rellen. Demonstranten richtten vernielingen aan en plunderden winkels. Een ravage na een middag vol rellen in de binnenstad van Eindhoven. Winkels rondom het Centraal Station werden geplunderd en ook het stationsgebouw zelf is beschadigd. Eerder op de middag ging het er hard aan toe. De politie werd bekogeld met stenen, fietsen en andere voorwerpen. Er werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken. Er zijn veel arrestaties verricht, onder andere deze man door agenten in burger. In Amsterdam werd er geprotesteerd op het Museumplein. Maar net als in Eindhoven was daarvoor geen vergunning verleend. Toch waren er volgens de politie zo'n 1500 mensen op de been. Uiteindelijk is met waterkanonnen, paarden en honden het plein schoongeveegd. Zeker 100 mensen zijn aangehouden. Minister Grapperhaus van Justitie vindt dat burgemeesters en politie terecht zo hard hebben opgetreden tegen wat hij noemt crimineel gedrag van de demonstranten.